dit moment komt er veel corona voor. De ziekenhuizen liggen vol, de IC's ook. En het is dus zaak om te voorkomen dat je corona krijgt. Dat is het allerbelangrijkste. En die vaccinatie is de enige weg daaruit. Het heeft wat bijwerkingen, maar die wegen absoluut niet op tegen het voordeel van het voorkomen van corona. Zoals bij elke vaccinatie heb je wat pijn op de plek waar je geprikt bent. Dat hoort eigenlijk, want daar gaat het vaccin werken. Je kan ook een beetje rillerig worden, misschien wat grieperig gevoel. En zelfs een beetje verhoging is mogelijk. Dat is de eerste, de tweede dag en daarna is het weg. We noemen dat een bijwerking, maar het is eigenlijk dus gewoon de werking van het vaccin. Dat je afweerapparaat aan het werk gaat om antistoffen te maken. Zodat als je het echte virus krijgt, je goed beschermd bent. Er is gevonden dat een heel klein deel van de mensen, ongeveer 1 op de 100.000, stollingsproblemen krijgen. Trombose, soms in hun hoofd, soms in de buik en soms ook een tekort aan bloedplaatjes. Dat komt heel zelden voor, maar als dat voorkomt is dat een reden om naar het ziekenhuis te gaan en dat te laten behandelen. We weten wat voor afwijking dat is en we weten dus ook wat we eraan moeten doen. Kenmerk van trombose is dat er een stolsel komt waardoor er achter dat stolsel geen zuurstof meer kan komen bij de weefsels. Dus het ligt er maar aan waar het stolsel ontstaat. We kennen het allemaal in het been, dan krijg je een dik been. Maar het kan ook in het hart en het kan in de longen, dan heb je longembolie. Of het kan in je hoofd en dan heb je misschien een TIA of een beroerte. Dat zijn ernstige dingen, maar daarnaast kan nog optreden dat je door het tekort aan bloedplaatjes ook nog hele kleine bloedingjes krijgt. Kleine puntvormige bloedingjes die je ziet. Nou, verschijnselen als deze moeten absoluut een reden zijn om de dokter te waarschuwen. Nou, het fijne is dat we weten dat dit soort afwijking voor kan komen en dat je dan ook weet wat je daar moet doen. Dat is namelijk iets anders dan de gewone trombosebehandeling. Die is hier niet erg geschikt voor, maar dokters kunnen in het ziekenhuis stollingsfactoren geven per infuus en dan gaat het snelste over. Dan moet je er wel bij tijd bij zijn, dus dat is de reden dat als je die bijwerking merkt, je ook gelijk aan de bel moet trekken. Heel veel mensen vragen van ja, ik heb al eens een keer trombose gehad en daar heb ik bloedverdunners voor, heb ik dan meer kans op deze bijwerking? En dat is niet zo. Dit is een hele specifieke bijwerking van dit vaccin wat te maken heeft met het vormen van antistoffen tegen je bloedplaatjes. Dat is wat anders dan de gewone trombose die veel vaker voorkomt. Maar sommige mensen hebben dus medicijnen daarvoor, bloedverdunners, en als je dat hebt moet je daar wel rekening mee houden, want dan moet je zorgen dat je bloed niet al te dun is voordat je die prik in je spier krijgt. Dan zou je spierbloeding kunnen krijgen. Dat is eigenlijk het enige waar je rekening mee moet houden.